Het leek mij heel erg leuk om op iedere plek of in iedere regio eigenlijk wat lokaal talent uit te nodigen om mij een filmpje of een audio-opname op te sturen via Facebook, zodat ik aan het publiek al daar een nieuw talent kan voorstellen. En dat is voor mij heel erg leuk, want ik kom op die manier natuurlijk gewoon nieuwe mensen, nieuwe talenten, nieuwe muzikanten te leren kennen. Maar voor jullie is het natuurlijk helemaal leuk, want je weet gewoon wat voor talenten rondloopt in je regio. En daarom, we hebben 450, zo tussen 450 en 500 aanmeldingen gekregen. Niet allemaal uit de regio Roosendaal. Het was ook allemaal, niet allemaal heel erg goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Eerlijk is eerlijk, maar er zaten wel echt serieus een heleboel goede dingen bij. En zo ook hier, uit de regio. Dus ik ben heel erg trots en blij dat ik op het podium mag roepen Inga en Odine. Alsjeblieft, give it up voor deze. Dit duo, ze hebben een filmpje gestuurd, of eigenlijk een aantal filmpjes heb ik gezien van jullie op YouTube. Dat was hilarisch. Jullie hebben een eigen YouTube kanaal ook, hè? Ja. En dat heet, hoe heet dat? Ja, Odio en Inga. En daar moet je echt op opzoeken, want er zitten heel grappige filmpjes bij. Daar werd ik eerst door aangedacht. Ik denk, ja, dat is leuk, maar het is niet echt een stand-up show. Maar toen zag ik ook dat ze echt te gek zongen. En ze gaan een liedje spelen voor jullie vanavond van Imagine Dragons. Dames en heren, alsjeblieft een heel erg Roosendaals applaus voor deze fantastische dame. Baby.